Op 31 december 2009 nam baron Willem Hendrik van Ittersum afscheid als voorzitter van het Van Ittersum Fonds. Hoe lang bent u nu al voorzitter geweest? 1963 is mijn vader overleden. Toen heb ik hem opgevolgd in juni. Dat is dus 46,5 jaar ongeveer. Zo, dat is een hele tijd. Maar nu bent u voorzitter van een stichting, hè? De Stichting Baron van Ittersum Fonds. Ja. Hoe zit dat precies met die stichting? Mijn vader had een verre achterneef en die was eigenaar hier van dit landgoed. En hij woonde in Utrecht, had een belangrijke baan bij de coöperatieve centrale Raiffeisen Bank toen. En die alles overkoepelt. Hij was ongehuwd en toen hij was overleden, tot ieders grote verrassing, had hij zijn hele bezit, dus het landgoed, in een stichting ondergebracht. Met als doel onder andere het in stand te houden en verder te ontwikkelen. En ook als er familieleden in een financiële problemen zijn, dat die dan ook een soort ondersteuning kunnen krijgen. En in 1963 bent u dan de voorzitter geworden? Ja, ja, dat klopt. En ja, dat heb ik sindsdien altijd gedaan, met groot plezier, want het is een hele bijzondere functie dat je dit kunt doen. En wat een van de dingen van het voorzitterschap is ook, dat je ook hier mag wonen op het Roosendaal. En dat wordt ook erg gestimuleerd, want ja, dan ben je er ook het meest bij betrokken. Ja, u had het al, u noemde het al, het Roosendaal. We hebben het hier over het landgoed, het landhuis, het Roosendaal. En later is er nog iets bijgekomen. We hebben in 1987 hebben wij aangrenzend hier het landgoed, het Nijenhuis, zonder het kasteel in de directe omgeving, hebben wij kunnen kopen van de familie Ankersmit. Als voorzitter bent u natuurlijk ook nauw betrokken bij het beheer en het onderhoud van het geheel. Nou, we staan hier voor het mooie landhuis. Het is mooi, maar het moet wel mooi blijven, dus het vergt natuurlijk wel het nodige onderhoud. Ja, dat onderhoud van het huis, dat kost wel een paar cent. Maar belangrijk is dat wij altijd proberen in een goede staat te houden. En onze ervaring is dat je dan ook het minste geld kwijtbrengt. Dus daarnaast is het onderhoud hier de parktuin en het bos en boerderijen. En wij prijzen ons gelukkig dat hier twee mensen fulltime in dienst zijn bij de stichting. De ene hier voor het onderhoud van de plaats, de tuin. Er is ook nog een oude moestuin. Niet dat dat nou voordelig is, maar toch om in zijn oorspronkelijke staat zoveel mogelijk in stand te houden. En hetzelfde geldt voor de gebouwen op het landgoed, behalve het Roosendaal. Er zijn ook een aantal hele aantrekkelijke historische boerderijen. En daarvoor hebben wij Wim Bos, die daar ook op met grote betrokkenheid en gedrevenheid bij het onderhoud van die gebouwen betrokken is. Ja, wat ook meteen opvalt, dat is die prachtige duiventil, hè? Die duiventil, dat is ook Rijksmonument, mag ik er wel even meteen bij zeggen. Daar is ook een klein verhaaltje bij. In een van de boeken die vlak na de oorlog over de geschiedenis van Overijssel jaarlijks uitkwamen, daar staat een verhaal van over de hofsteden in Raalte. Dat was die havenzaten die daar aan de Zwolse weg lag. Daar is deze duiventil van afkomstig volgens dat verhaal. Ja, de ezels staan niet alleen op het wapen, hè? Nee, die lopen ook hier op de buitenplaats lopen ze ook rond. Hoe groot is het landgoed? Het totale bezit is bijna 500 hectare. En daarvan is ongeveer
140 hectare natuur en bos. 120 hectare bos en 20 hectare, nou 150 hectare en ongeveer 30 hectare natuur. Ja, dat bos dat moet dan wel goed onderhouden worden. Hè? Dat bos dat vraagt zeker wel wat onderhoud. Wat wij doen, we hebben in de tijd toen er allerlei subsidieregelingen waren en wij gratis een paar mensen in dienst hadden. Dat was toen een regeling. Hebben wij heel veel aan het achterstallig onderhoud van dat bos kunnen doen. Hebben we ook gedaan. En we hebben het bos verjongd en vernieuwd. Vandaar dat wij naar verhouding heel veel jong bos hebben. En dat vraagt op het moment aan onderhoud niet anders dan dat je daar af en toe eens een flinke dunning doorheen haalt. En die dunning die moet dan een beetje geld opbrengen. Maar meestal is het onderhoud van het bos, dat bedrijft zich niet zelf en dat kost allemaal geld. En we hebben dat bos, dat is dus, ja, behalve hier de directe omgeving van het Rozendaal, is het allemaal opengesteld voor wandelaars. En dan kan men, ja, en daar wordt dus ook vanuit het dorp Heino, wordt daar veel gewandeld. Er zijn 8 agrarische bedrijven hier op dit landgoed. De landbouw is ook heel belangrijk, juist ook op landgoederen. Want dat is een belangrijke inkomstenbron. Plus, dat wat ik ook vind, dat het geeft dus ook toch het speciale karakter van het hele gebied, van zo'n landgoed, wordt ook over het algemeen heel goed ingevuld door de landbouw op een landgoed. Ja, en die zijn hier, die boerderijen zijn hier gekenmerkt door de rood-witte luiken. Ja, klopt. Er breekt voor jullie een hele nieuwe periode aan. Hoe gaan jullie die invullen? Nou, ik denk voor een groot deel blijft het een klein beetje zoals het was, want we blijven hier voorlopig wonen. En blijven we toch het middelpunt van het landgoed en de familie, dus dat blijft wel een beetje zo. Maar er is alweer veel tijd voor hobby's. Veel meer tijd voor hobby's, dus mijn man die gaat straks de paden schoffelen, heeft hij al gezegd. En we moeten de zolder nodig eens op, want daar is ook een heleboel rommel. En nou, we tennissen graag en we wandelen graag en we hebben kleinkinderen, 3,5 kleinkind. En we willen ook wat vaker naar het westen om die kinderen te helpen een handje uit te steken. En dan ga ik niet alleen, dan mag hij ook mee. Dan wil hij ook wel mee, toch? Ja, zeker. Dat lijkt. Ik zal het hem eens vragen. Ja, ja, de vraag is, wat ga ik nou zo meteen doen? Ik denk dat het een geleidelijke overgang is. Onze zoon die neemt het voorzitterschap over. Maar er zijn toch nog... Dat is zoon Dolf. Zoon Dolf. Dat is, ja, die heeft er ook al zeker al kijk op. En die heeft ook veel meer een aanpak van deze tijd dan ik, die dat 46,5 jaar gedaan heb. En, maar ja, zo langzamerhand draag je dat dan over. En dat gaat ook tijd kosten. En verder hoop ik dat ik tijd kan hebben om eens een keer een boek te lezen. Want daar kwam ik nooit helemaal aan toe. En er zijn nog wat bestuurtjes waar ik nog een beetje in meedraai. En dat bouwt zich langzamerhand ook wel af. En ja, dan word ik een oude man. Ja. Daar word jij nooit niks van. Hartelijk dank voor het gesprek wat we met jullie mochten hebben. En een hele fijne periode gewenst. Dank. We hebben het heel erg op prijs gesteld.